oplettende automobilist op de Afsluitdijk ziet al van verre de rode daken aan de horizon. Elke schipper op weg van het IJsselmeer naar de Waddenzee kent ze. De 14 huisjes van Kornwerder Zand. Maar wie wonen er in dit unieke dorpje dat bestaat uit maar één straat? In het nu volgende programma maakt u kennis met enkele bewoners van het voormalige werkeiland 4 kilometer voor de Friese kust. Vroeger waren hier wel 24 volkstunnen en nu eigenlijk nog maar 2. Eigenlijk alle dagen kom ik hier wel een keer even te zien. Net om in de tuin te werken alleen, maar ik om eventjes van het stukje natuur te genieten. Het is hier even stiller. Om mijn huizen, bij de dikte is altijd het lawaai en de vogeltjes en de beesten die hier binnen. Prachtig stukje natuur. Ik vond het helemaal net erg dat we hierheen moesten. Helst het meisje gezegd, ja, wat moest er nou? Er is niks, er is geen winkel, er is geen vertier verder. Maar ja, ik vind de ruimte van die heen vind ik heel belangrijk. Daar geniet ik elke dag nog van. Ik ben in nou 27 jaar en ik kan me haast niet voorstellen dat ik er zo lang ben. En ik heb me dan geen dag verveeld. Mijn tante en mijn beppe wennen je natuurlijk in mijn jonge jaren. Dus we gaan geregeld dus naar Spakenbeppe ta. En mijn man die hier een baan kregen. En ja, die baan kreeg niet alleen maar als je ik wennen woest of moest. De paken van mijn vrouw die werkte hier vroeger. En die zeiden misschien eens bij de rijkomst. Een prachtige mooie baan. Ik was vroeger een soort van huishouw. Ik was machinist in het baggerbedrijf. En de baan die waren groter. Dan weet ik hoe mooi ik weer thuis was. Zo ben ik hier eigenlijk te lang gekomen. Kornwerder Zand, Kornwerder Zand. Mooiste plek van Nederland. De Duitse zegt, het is kolossaal. Dat doen die Hollanders allemaal. De Fransman zegt, het is heksenwerk, bijzonder sterk. Hier zijn twee dames uit Amsterdam geweest te fotograferen voor een opleiding. En ze hebben daarna een uitnodiging gestuurd naar ons om naar een tentoonstelling van hun te komen kijken. En dat is hier op de buurt een bijzonderheid. Vooral omdat we met de meerdere buren erheen gegaan zijn. Ik zou het persoonlijk wel
leuk vinden als hier wat meer activiteiten werden georganiseerd door de buurtvereniging. Een of ander uitstapje of zoiets. Dat... We hebben toen een paar jaar geleden met het zoveeljarig bestaan van de buurtvereniging hier eens een keer op stap geweest. Met mansionsgolf, wat eten erbij en dat soort dingen. En dat was ook een vrij gezellige avond geworden. En dat mag van mij wel eens vaker gebeuren, zo'n soort dingen. Het is één keer per jaar vergadering en dan houdt het ook echt op. Daar gaat de geluidsfilmopnamewagen van Profilti den dijk op om het kaarsrechte 40 kilometer lange traject af te leggen. Hoewel de afsluitdijk nog niet officieel geopend is, rijdt er toch al een autobusdienst op Kornwerderzand. Kornwerderzand, een kleine nederzetting halverwege op de afsluitdijk, was eens een kunstmatig eilandje in de voormalige Zuiderzee, waar vandaan naar twee zijden de afsluitdijk werd aangelegd. Ik was aan hier, dat we in 36. En ik ben maar 21 hier, je hebt waar jongen. Toen ben ik trouwd. En toen ben ik in makkelijk gekomen te wennen. En je kwam hier, hè? Maar de squalenbus. En daar weet al je versperringen, tankversperringen van die grote stokken, dit is maar van ijzer. En die, dan had wij een squalenwien, wat niet ik wel eens mijn oefeningen dichtzetten. En dan vond ik het verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik spuide ik altijd dat ik uit de bus kwam. Want dan dacht ik ook nog een keer waar net bij eens met hem komen. Het weer voor mij echt wat te angstig. Maar ergens weer die mobilisatie deed ik gezellig, hè. Want dan nam ik hard weer jongens mee van de brigo af, soldaten. En nou, een keer wel een bus ombakje. En dan schulden we maar koor en we katen maar koor. Dat weer wel een mooie tijd, maar die dreiging weer er zag. Wij moesten er eerst wel inkomen, hè. We waren eerst echt wel vreemdelingen, zeg maar. En wij praten zelf Fries en er waren Brabanders. En uit hier liepen wij. Dus de voertaal werd hier eigenlijk Nederlands. En dat wij dan Fries praten, dan werden we eerst wel treiter, hè. Ja. Toen heeft hij mij ook een keer een handvol grind pakt en die heeft op die ben zwaait. En ze zei nog hem op van het rijden, die maar die ben. En toen is ik verstandig al wat beter geworden. Elke leefde zijn eigen stijl, maar ik merkte nooit onderlinge ruzies. Ik ben officieel 1 januari jaartje 65 begonnen. Dus dat is haast 26 jaar, op 31 december. En dan hoor ik er mee op. Ik ben hier begonnen als hulpkantenier. En toen er ruimte vrij kwam, toen ben ik op een sluis gekomen. Het is een mooi vrij beroep. En in een mooie wereld, een mooie omgeving. Ja, ik zie u gaan, het beste hoor. We werken nu nog met 14 collega's. Hier wijgen nog maar enkele mensen die bij Rijkswaterstaat werken. In totaal nog 3. Toen de woonplicht opheven is, toen ben er een soort futgeend en ter natuurlijke afvloeiing. Hier dat een beetje verwetteren. En aan het eind van het jaar, dan ga ik eruit en mijn buurman. En dan werk je nog één. Dit jaar wennet en werkt.
In 1995 ging het gerucht, er komen Amsterdammers hier op de dijk. Later, toen we wat bekend vertrouwder werden met elkaar, kwam dat er ook uit. Zeiden ze dat nou, ook in Harlingen zeiden ze, hey, dat zijn die Amsterdammers. Hier zijn die Amsterdammers uit Corbe de Zon. Dat klopt. Dan hadden wij van, oeps, gaat het tamtam zo snel? Kijk, vandaag de dag kan men er makkelijk over praten, tot voor kort. En dat noem ik dan voor de opmars van Leefbaar Nederland. Mocht men daar niet over praten. Als ik nu in Amsterdam kom en ik ga dus met name de Dappenbuurt in, dan is de schok daar groter als mijn overgang naar Friesland. Ondanks het feit dat we toch meer dan 50 jaar in Amsterdam hebben gewoond, zijn we hier minder eenzaam in Corbe de Zon als dat de meeste mensen denken. Want mensen die hier komen, het zijn de bewoners, het zijn de toeristen, de vakantiegangers, de wandelaars, ze zijn allemaal heel vriendelijk en open. En er komt nog wat anders bij. We hebben natuurlijk ook hier wat geschiedenis liggen. Want we hebben 30 jaar met onze zeilboot gevaren. Ja. En wij trokken in de weekenden en met name de grote vakantie regelmatig door Corbe de Zon, de sluizen Corbe de Zon, naar het Wad en naar het Hoge Noorden toe. En we hebben vaak voor anker gelegen als we terugkwamen van zee, wat dus nu onze tuin is. En dan zeiden we inderdaad tegen elkaar, je zou hier toch maar wonen. Wat een kleine huisjes om te wonen. Niet weten dat we dus in de herfst van ons leven hier terecht zouden komen. Ik ben hier vroeger samen met mijn ouders komen wonen. Die zijn helaas komen te overlijden. En daardoor woon ik dan hier alleen op Corbe de Zon. Mijn ouders hadden een eigen smaak. En ik had mijn eigen idee over qua kleur en inrichting van de woonkamer. En toen mijn ouders overleden zijn, heb ik dat naar mijn eigen smaak ingedeeld. Ik denk dat mijn ouders dit ook wel mooi vinden. Toen de tijd was, vond ik persoonlijk een beetje bont allemaal. En ik vind dit persoonlijk wat rustiger. Ik werk nu in Alsmeer op een bloemenveiling en voornamelijk verdeling, controle en af en toe wat nieuwe mensen in werk. Ik sta 's morgens rond 3:45 op, wassen, aankleden, naar beneden toe, brood klaarmaken, even een bakje thee. Dan komt een collega van me ophalen. Of ik rijd zelf nog niet naar Alsmeer omdat ik nog niet in bezit ben van een rijbewijs. Ik ben wel bezig met les, maar... Ja, afhankelijk van wat ik 's middags doe, dan ga ik of stap ik rond 8:30, 9:00 naar bed toe. Ik voel me hier als jongere een beetje aparter. Een van de weinigen hier die nog aan het werk is, vergeleken met de rest. Ja, ik ben het nou aan gewend, maar vrij normaal om hier tussen de ouderen te wonen. Dat is het unieke namelijk. Ook al wonen we eenzaam, men heeft niet de neiging om naar elkaar toe te gaan om bij elkaar op visite te komen. De mensen die hier wonen zijn allemaal erg op zichzelf. Die zijn bewust hier gaan wonen omdat ze hiervan houden. Niet voor het sociale gebeuren. Dus niet bij elkaar lekker gezellig kletsen over van alles en nog wat. Men komt bij elkaar relatief heel weinig over de vloer. En dat is... Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom men is hier gaan wonen. We wonen hier allemaal vrijwillig.
burenplicht staat hier vrij hoog in het vaandel. Dus met andere woorden, als er iets aan de hand is, dan staat men ook gelijk voor elkaar klaar. Dus de warmte die je van elkaar ondervindt, ook al is het dan maar een rijtjeshuisje, een rijtje van 14 huisjes, is erg hoog. Iedereen heeft zijn zorgplicht. Wij hebben zorgen voor een vrouwtje hier. Voor Gerard, daar zorgt de familie Eekma voor. Die doet boodschappen en die houdt een oogje in het zeil. En een ander zorgt weer hiervoor. Iedereen heeft zo zijn pappenheimers waarvoor gezorgd wordt. En waar naar gekeken wordt. Als ik hiervoor wil ik ook de hele morgen hier voor het raam staan kijken. Naar de vogels, naar het water, naar de wind. Ja, ja, nou, een stuk jonger. Je voelt gewoon, waait het, is het mooi weer. Hé, dat is een mooie shot. Dat ligt wel een luchtfoto. Nou, dat is de helikopter. We wonen op de Afsluitdijk. Met links en rechts water en voor en achter dijk. Op een koude januaridag kun je je hier op de Noordpool wanen. Maar dat doet aan de genegenheid die de bewoners koesteren voor hun dorpje, of liever gezegd hun straatje, niets af. De kostwinners van Kornwerderzand werken allemaal bij Rijkswaterstaat. Ze bedienen de bruggen en de sluizen in dit gedeelte van de dijk. Toen ze hier kwamen werken, waren ze verplicht hier ook te komen wonen. De 19 huizen van Kornwerderzand zijn dan ook allemaal eigendom van Rijkswaterstaat. Maar de woonplicht is opgeheven en nu wil Rijkswaterstaat van de huizen af. Als ze nu leeg komen, mag niemand er meer in. En er staan er al een paar leeg. Uiteindelijk moeten ze allemaal gesloopt worden, zegt Rijkswaterstaat. Praten met bewoners van Kornwerderzand is dan ook praten met de laatste bewoners van de Afsluitdijk. Ja, dat weer Rijkswaterstaat. Die huurde de huizen van domein. En toen die woonplicht opheven is, toen woonden ze eigenlijk vrij baan, maatje. Er waren enkele plannenmakers die zijn dan bij het spul maar kwijt. Hebben er ook niks geen bemoeienis meer mee. Maar ja, toen ben je de verkeerde meisjes heen komen. En toen ben er al een ander uit. Maar het is wel vervelend als de duizen leeg komen te staan. Ja, dat zicht van Kornwerderzand, dat gaat erop achteruit. En de leefbaarheid een beetje. Ja, dat lijkt me ook. Verenigingsleven. Ja. Kan ook geen stand meer houden. Ja. U wilt hier zelf ook niet weg? Ik wil hier niet weg. Ik blijf tot laatst. Ja, maar... Mrs. Lustri, het zit mij nou op in zijn zin. Ik heb een nicht wenning. Die wijn het op kadoelen. Dat het hebben Vollenhoven. En dan jerk van mijn tante, een zuster van mijn mem, dat die dat huis kocht in. Toen heb ik zo'n dat chipje nou op inzin. Oh, die wijn die ik bij hem brengen, ik op mijn Rijkswaterstaatsterrein. Waarom kennen wij dat dan het keepje?
We hebben natuurlijk contact opgenomen met de gemeente. Bij de vereniging Vlietse Dwarpen hebben we een schakel. Die heb ik een heel soort voor ons dienend. En ja, we hebben de Friese Kamerleden uitnodigen. Wie onder andere Annemarie Jorts, maar ik bij. En nog een paar van die prominenten uit die tijd. En die ben ik een dag geweest. Die ben ik een rondje om huizen geweest. En ik uitlaat waarom we hier graag ben in Blauwe woon. En dat het toch ik wel het gezicht bepalend wie dit rijtje huizen bij de Afsluitdijk. Ik weet niet meer of wij nou zelf het initiatief genomen hebben of had dat nou via wat oors kwam. Ja, die gingen met oor het witje zijn niet precies meer hoe de bal rollen. Maar in ieder geval, het was zo lang rollen dat we hier nog wennen. En dat is voor u het belangrijkste. Vroeger had ik wel vrienden die hier op bezoek kwamen. En dan was het af en toe wel eens een behoorlijk feest. En tegenwoordig is dat wat rustiger. En dan ben ik wat meer met die vogelliefers hebben ze en zo zomers aan de gang. En dan kom je elkaar wat meer buiten tegen. Ik ben niet echt op zoek naar een vriendin. Ik ben nog langzamerhand ook al wat of gewend geraakt om op mezelf te feesten. En het heeft ook weer een bepaalde vrijheid als je alleen bent. Dan kun je ook echt doen en laten wat je zelf wilt. Ik heb zelf niet echt last van dat ik alleen ben. En ik vind het echt een, ja, meerdere mensen, zelfs een mooie gebied voor vogeltellingen. En vandaar dat ik hier ook nog steeds ben. Ik zou het wel mooi vinden als de gemeenschap hier zo blijft. Want we woont hier nou gezellig met elkaar samen. We kunnen met elkaar goed overweg. En naast de activiteiten, wat voor mij wel wat meer mag worden, is het hier toch goed wonen. Ik zou zo gauw niet weten wat hier echt storend moet worden om hier te gaan vertrekken. Voor is er één grote ruimte. En als het soms mooi weer, helder weer is, dan zie je dat de wering aan toe. Achter is een goed beschermd natuurgebied. En de buren die zie ik ook nog niet zo gauw verhuizen. Dus dat zal niet gauw veranderen hier. Ik denk dat ik over 15 jaar hier ook nog wel blijf wonen. Zolang wij nog kunnen doen wat we op dit moment, ja, blijven we hier zo lang mogelijk wonen. En dan zien we het wel. We leven eigenlijk bij de dag. Want het vervelende met MS is dat wat je vandaag nog kan, kan morgen weer afgelopen zijn. De laatste tijd sta ik er ook een beetje meer bij stil. En ja, daar word ik heel verdrietig van. Dus je moet eigenlijk er niet te lang bij stilstaan. Gewoon maar doen en gewoon maar gaan zolang dat gaat. En leven met de dag, zeggen ze dan. Hè. Dat zijn wel van die opmerkingen, maar het is wel zo. Als je echt blijft stilstaan van wat staat ons te wachten, ja, dan word je niet vrolijk van. Ik zit natuurlijk gevangen in mijn eigen lichaam. Ik heb geen alternatief, ik heb geen keus. Nou, ik had altijd in mijn hoofd, als ik niet meer kan lopen, weliswaar met krukken, maar niet meer kan lopen, dus het moment dat ik in een rolstoel terechtkom, stap ik uit het leven. Ik was 50 en toen overkwam me dat. Ik had alles geregeld.
En ik wilde daar dus een eind aan maken. Toen gingen we nog een huisje zoeken in Friesland. Min of meer een vakantiewoningje. En dat beviel ons zo goed dat ik heb het uitgesteld. Ik leef nog 8 jaar. Want ik ben inmiddels, wonen wij hier 8 jaar. Ik zeg wel eens, als ik hier alleen zou komen te wonen, zou ik hier dan willen blijven. Ik hoef niet per se met de auto een uur te gaan rijden om ergens te kunnen zwemmen of ergens te kunnen schaatsen. Nee, ik heb alles om mijn huis. En wie kan dat zeggen? Wie kan zeggen, ik kan wandelen, ik kan fietsen, ik kan zwemmen, ik kan schaatsen. Ik kan in mijn omgeving kan ik alles doen wat ik graag wil. Dus ik denk niet dat ik ooit nog naar een stad ga. Want dat lukt me niet. Tante Pam, dat is de jongste zuster nou, ja. Van mijn mem. En mijn mem wie de oudste. Dus we eigenlijk maar z'n tweeën wel een hele binding maar kwamen te samen. Toen ons hartje waar ging, die ging maar pensioen. Toen wie mijn man ik al lang ophouden mijn visken. Toen zeiden nou wel eens, was toch net bij Berry Helle, om daar ik te komen. Maar ja. Toen hingen wij ook een heel gewoon arbeidersbestaan. En had je hier dan zitten en je hebt net een auto om die bedden, die kunnen dan nergens bij. Die willen bij voetbal en bij gymnastiek. En dan zoeken je altijd pendelen, die moeten af mijn oren vregen. Nee, toen hebben wij er ausje, want wij hadden net moeite verdiend om je weg te komen. We bezorgd maken. Het verenigingsleven stiet op een heel leeg pitje. Wij gaan net meer bingoen en dat soort dingen. We hebben hier een krentier vol een gezellig jongenalkoor. En dat is het als ambitie. Ik, sinds wel eens cynisch voorzitter, lid het maar zo dat is. We wennen je vredig en net een volle romslomp. Want als je zorgen waar je al je naar thuis krijgt, waar je wel heen kennen, waar de boetenstanders zich maar bemoeien willen en wat regels oplezen. Ik zeg, draait je toch, we wennen je mooi. Wat willen we nog meer? Ik zeg, daar geven wij vaak niet eens op inet. Je kent onder bepaalde zaken niet onder, waar moet je zijn letten. Maar eigenlijk zit ik, het draait toch altijd. Met het altijd meer, het is genoeg. December is een gezelligere tijd. Maar dat is iets vak. Wij binnen wachters dus. Maar het is inderdaad de dagen die door je wel eens lang. Schepen naar voren halen, op nummer of op naam. En de nachten die begonnen op les weer te worden, want er is meestal het echt op insteld. En dan zet hij in de meerlijst van het oren. Maar het begon mij op les te zien te vallen. Ja, wat ik het meeste mis, mijn werk net natuurlijk. Want dat heb ik lang genoeg dient. Daar ben ik nog haast nou, dat houdt ik weer een ontspannen gevoel. Kan je alle dagen waar we jezelf zin in hebben. Ik denk dat het plek voor bestaan bloot, want hier is animo genoeg. Maar ik ben hoofdzakelijk oudere meisjes niet hierheen komen. Dus het zal nooit meer een dorp met ben worden en jonge meisjes. Want die zitten lauwer in een bewenne wereld. De meisjes die in de fut gaan of die hier altijd wennen, die zou je voor wijn en bloemen. Dus, ja, wat zou je dan verhoren met? Ik zou het niet weten. Een knap café misschien, maar ja, bij mij niet te vol met drinken. Dus. Dit programma wordt herhaald morgenmiddag rond 3:30 op Nederland 1. Thank you.